Dat wil dan zeggen, dat is, kijk, het landje geeft aan, ja, zoals het een landje is. Als een boom op een landje staat, dan kan die daar wortelen. Op die plek, ja. Niet op die andere plek. Het is maar één plekje, hier. En die wortels, die kan je natuurlijk ook zien als, ik ben verworteld in mijn familie. Roots. Dat is, dat zeggen, een gevoel van lijfelijkheid, hè? Dat je in je lijf. Dat zijn feiten die bij mij horen. Ik hoef niet elke dag het alles uit te vinden. Het is er gewoon dat ik uit die familie kom van de Schutters en de Willems. Dat zijn die ooms en die tantes. Alleen ik moet zorgen dat ik daar liefdevolle klanken in heb, verbinding mee heb. Anders werkt het niet. Dat geeft wortels. Ik heb grond waar ik mag bestaan. Maar dat is al een heel dingetje hoor. Ja. Als je gewoon van het veld bent geslagen, dan ben je nog niet thuis. Maar ben je hier thuis, dan ben je geworteld. Voel ik me geworteld op mijn matje, dan geeft me dat gevoel van zelfvertrouwen. Ik heb zelfvertrouwen. Hey, ik mag bestaan. Ik ben oké. In plaats van overal en nergens. Overal en nergens. Ja. En dat zorgt wortels voor dat je niet overal en nergens bent. Dat heb je dus wel als met zo'n complanterie door je heen gaat, ben je overal en nergens. Ja. Dan heb je eigenlijk niks meer te zeggen. Niemand gelooft jou eigenlijk nog. Niemand neemt je nog serieus. Dit zijn de wortels. Als ik mijn wortels heb, dan kan ik dit krijgen. Hey. Ik kan zeggen, hallo, wereld. Hier ben ik. Ik open mijn armen. Dat zijn de vleugels. Ik open mijn vleugels. Ja. Zo, hallo medemens. Ook heel belangrijk voor spiritualiteit. Zonder de medemens geen spiritualiteit. Waarom? Omdat dat zo, dat is met elkaar verklonken. Want jij bent de medemens. Die kan je niet... Je kan wel 20 jaar in een grot gaan zitten. Maar dan nog zal jouw spiritualiteit betekenis krijgen wanneer je dat onder de mensen brengt, toch? Dan zou je toch weer verbinding moeten aangaan. Hallo, ik heb 20 jaar in de grot gezeten en dit zijn mijn... En dit heb ik bereikt. Dit is wat ik wil delen met jullie. Ja. Maar dit zijn de vleugels. Ja. En door die vleugels krijg je dit. Ik wil naar Zandland. Expressie. Expressie wil altijd zeggen, tada, dat ik mij uit. Aan de wereld, geïnspireerd. Het is altijd geïnspireerd aan de ander. Ja. Het is niet zo, oh, nee, ja, da, het is zo. Maar nooit alleen maar zo, dan denk jij, hallo, hallo. Ik zit hier. Hallo, 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 dat is samen. Ja, want ik had je ook een heel mooi, het transcendente en het immanent. Immanent. Ja. Transcendent wil zeggen dat je openstaat voor datgene wat groter is dan ik. Ja. En immanent wil zeggen dat ik dus dat wie ik ben, liefdevol vul. Ja. En waarom is die balans zo belangrijk? Anders ga je zweven. Ja. Snap je, je wilt toch niet als, je wilt toch niet als zwever. Je wilt goed in die maatschappij staan. Een broodje bakken. Maar die broodje bakken praat niet over, ik heb engelen gezien terwijl ik aan het bakken was. Dat is die bakker niet meer wees. Die zegt, moet je eens proeven. En dan zeg je, jeetje, wat een smaak. Dat is de liefde voor het broodje. Zo simpel is dat. En zo gescheiden mag je nog zijn. Mooi. Tenzij jij zegt van, ja, ik kan hele spirituele reizen maken. Als je die talent hebt. Ja. Ja. Heb er je voordeel bij. Maar het is niet meer dan de bakker die een mooi liefdevol broodje bakt. Voor mij. Nee. Snap je? Nee. Het is gewoon een deel van de mogelijkheden. We gaan niet toeren bouwen van zie mij. Maar heeft een broodjesbakker, dat is misschien een stomme vraag, maar heeft die broodjesbakker ook dat transcendente nodig om gelukkig?